Jurjen Scheffer, applicatieconsultant CAM bij Katoen. Iedereen heeft wel een keer een snoepje opgegeten die door hun getekend en gemaakt is. Ze maken vormpjes voor snoepfabrikanten. Dat doen ze voor producenten over de hele wereld. Zij maken nog steeds mallen vanuit gips. Nou, dat is best wel arbeidsintensief om dat voor grote aantallen te doen. Dus het was hun wens om dat uit aluminium ook te kunnen gaan maken. En daar hadden ze CAM software voor nodig. Waar we mee begonnen waren is een implementatiedag. Daarop installeren we de software, SolidWorks, SolidCAM. Vervolgens met Post begonnen, zodat die machine goed loopt. En zo zijn zij gaan starten. Voor een enkele vorm kwamen we eruit. Snoepjes moeten taps toelopen om lossend te zijn, zodat die vorm er weer makkelijk uit kan. Dus waar we op uitkwamen was eigenlijk gewoon een rondgaande beweging voor de zijkanten. En dan bovenop een soort rasterbeweging. Nou, die machines die zijn bedoeld om bijvoorbeeld in één keer 200 vormpjes uit een grote aluminium plaat te bewerken. Dus dat was de volgende stap. Van hoe krijgen we nou die ene vorm naar zo'n matrix van een stuk of 200? Dus dat hebben we in de training eigenlijk samen uitgedokterd. Gewoon wat de beste werkwijze voor hun bedrijf was. Nou, als de training klaar is, dan kom je in een nazorgtraject. Waarbij we dus continu kijken van, kan er nog iets beter? Moet er nog iets toegevoegd worden aan de post? Waar ze begonnen met één machine, daar staan er nu 6. Dus er staan gewoon 6 freesbanken dag in dag uit al die snoepvormpjes te stampen. Binnen een maand waren ze operationeel. En als je ziet wat voor vlucht het heeft genomen in de afgelopen 6 jaar, dan dat is gewoon hoe je het wil hebben. Dat geeft me wel een trots gevoel. Alles wat nieuw is, dat is spannend. Je moet het leren, dat gaat niet altijd even makkelijk. Maar wat ik daar gewoon merkte was het enthousiasme om ermee aan de slag te gaan. En vooral de wil. Nou, en dan dus mijn enthousiasme om ze daarbij te ondersteunen en te helpen. Ja, dan zie je gewoon wat voor mooie resultaten het kan opleveren. Een belangrijke vorm van groei vind ik altijd blijven kijken naar je proces. Dus als je eenmaal comfortabel bent met het proces wat je op dat moment voert, dat zijn de momenten om te kijken van, hey, kan ik nog weer een volgende stap maken? Dus wat ik daarmee wil zeggen, accepteer nooit dat iets in je maakproces is zoals het is. Maar kijk of en hoe vooral je de volgende stap kan maken.